Dit is het dorpje Offerbeek in de gemeente Bezel. Zo ziet het er nu nog uit. Maar wie lang nog? Want binnenkort ziet het er misschien wel zo uit. De beeldbepalende kerktoren van het dorp moet gesloopt worden. De toren verkeerde al een aantal jaren in een erbarmelijke staat. En hoe het kerkgebouw te koop staat, ligt het erop dat de toren moet gaan verdwijnen. Vooralsnog heeft Nemes zich gemeld dat het pand en de toren wil overkopen. Een groot gemis voor het dorp Offerbeek. Dat vind je ook de vrijwilligers die maandag bezig waren met het opruimen van de kerkstal in de kerk. Het kerkbestuur gaat binnenkort een informatieavond houden om bewoners te informeren over de sloop van de toren. Ja, ik vind het gewoon jammer dat ze de toren afgebroken werden. Ik denk dat het ganse kerkbestuur daar ook verder niet achter staat. Maar als het gevolg te groot werd, denk ik dat ze toch in moest griepen en dat ze toch verder moest denken. Ik denk dat vooral wel, wie moeilijk het ook is voor de toren vereen te haaien. Maar dat vooral gedacht dat je moet hem renoveren. Maar het gebeurt allemaal dat er heel veel kerken dicht gaan. Daar is de leegloop. En echt jammer dat we hem verder moeten slopen. Ja, waar je de kastel afgebroken, daar heb je ook weer gestangen voor hebben. Voor die paar zondigen dat er dan opgebouwd werd, hebben we er weer de meute voor getreurd om op te bouwen. Die moet weer afgebroken worden, maar we hebben hem nu niet opgeslagen. En daarom hebben we hem hier op een wagen gezet. En misschien dat we hem nog één keer op moeten zetten. Want we hebben gezegd, voor het gebouw niet eerder, voordat we het dicht maken. Voordat er een andere bestemming aan is. En dat is onze inzet. We horen hem nu nog, hè? De klokkentoren. Hij duidde nog perfect. Hij klinkt gewoon nog, maar ja, de onderhoud van de toren werd ook steeds groter. Ook van het klokkenspel. Dat is, lied ook. Hij heeft ook senioren erop zitten. En voor die investeringen te doen, denk ik dat niet op het juiste moment is. Dat is geen in deze tijd heel moeilijk. En dat duidde ze allemaal heel veel pijn.